De wedstrijd eerder deze maand ging niet door vanwege de hevige sneeuwval. Nu eind maart geen sneeuwvlokje te bekennen, wel een schitterende 1-0. Danique Noordman in de 11e minuut. Prachtig schot in de verre hoek. En 1-0 voor PEC, dat de te kloppen ploeg is in 2023. Verloor nog geen wedstrijd. En ook deze wedstrijd is het weer op stoom. Hier komt de bal met wat geluk bij Maatman. Maar haar poging wordt van dichtbij gekeerd door Alkemalen. In de eerste helft wordt het nog wel 2-0. Imre van der Vecht uit een hoekschop. De verdedigster via de grond en wat geluk via de binnenkant van de paal uiteindelijk 2-0. Dat is ook de ruststand, maar na de pauze blijft PEC de betere ploeg. En dit is een prachtige goal van Maatman. Heel acrobatisch, een echte spitse goal. En 3-0, dat zijn harde cijfers in Zwolle. PSV toch niet de minste ploeg. Was ook redelijk in vorm. Won afgelopen vrijdag nog dik van Telstar. En staat gewoon in de halve finale van de beker. Maar hier in deze uitwedstrijd krijgt het maar weinig kansen bij elkaar gevoetbald. Dit is eigenlijk de enige mogelijkheid. Toch vrij kansloze bal van Hulswit. Wel een knappe actie. Het is absoluut niet de middag van PSV. Hier weer makkelijk balverlies op het middenveld. Vliek gaat er met de bal vandoor aan de rechterkant. Dan lijkt die aanval hier voorbij. Maar PSV verdedigt heel slordig uit. Noordman kapt naar de linkervoet. En daar staat de 16-jarige Bo van Egmond. Ze kan het niet geloven, maar zij komt toch echt de 4-0 binnen. Het is de eerste treffer van de dus pas 16-jarige in de Azerion Vrouwen Eredivisie. PEC wint met maar liefst 4-0. Het verschil op de ranglijst met PSV is nog maar 3 punten.